komt er een vriendin van mij met haar kindjes. Het zijn echte zoete bekken, dus ik ga een panna cotta maken, een zoet hapje. Panna cotta is een Italiaans dessertje. Het betekent eigenlijk gekookte room. En ik ga daar nog mandarijntjes en chocolade bij doen. Dat is echt wel iets dat kindjes heel graag lusten. We gaan beginnen met de gelatine. De gelatine dient om de room te doen opstijven. Dus we laten die nu even weken in koud water. En dan gaan we beginnen met ons mengsel van de room en de melk. We gebruiken 125 gram melk. De melk dient om het iets luchtiger te maken. We kunnen natuurlijk ook enkel room gebruiken. Daar voegen we 60 gram suiker aan toe. En dan gaan we er nog een vanillestokje aan toevoegen. Dat maakt het ook nog wel een tikkeltje lekkerder. En hierbij hebben we dan ook, als we het merg uit de vanillestok halen, hele mooie zwarte stipjes in onze panna cotta. Als onze melk opgewarmd is, zetten we het vuur af. De melk mag niet te warm zijn, want die breekt onze gelatine af. We voegen een klein beetje van onze room toe. We gebruiken 2,5 deciliter room. En deze dient om onze melk zeker niet te warm te laten zijn als we onze gelatine er gaan in doen. We knijpen de gelatine goed uit. Dat roeren we mooi los. Voilà, die is helemaal opgelost. En dan gaan we die in onze glaasjes doen. We zetten nu onze glaasjes in de frigo. De gelatine gaat ervoor zorgen dat ons mengsel mooi opstijft. Nu gaan we de mandarijntjes fijn snijden. We gaan de vliesjes eraf halen. Snijden we gewoon de onderkant en de bovenkant eraf. En dan gaan we langs de schil mooi rond. Dus we moeten dat in een bolle vorm doen. Dan snijden we langs het velletje, langs twee kanten. En dan halen we zo ons vruchtje eruit. En dan hebben we zo van die hele mooie stukjes fruit. Mijn nichtje noemt dat chique mandarijntjes. Dan kan je zo de rest nog uitpersen. Al het sap eruit. Ik ga nog wat slagroom opkloppen. Ook altijd heel geliefd bij kindjes. En die gaan we dan nadien op de panna cotta doen. Het is hele luchtige room en je kan hem nooit te stijf kloppen. Je kan hem gerust zijn ding laten doen. Dan ga ik nog een beetje chocolade raspen. Die kunnen we dan mooi over onze room strooien straks. De panna cotta is mooi opgesteven. En dan ga ik die nu afwerken met de mandarijntjes, de slagroom en de chocolade. En dan werk ik af met een toefje slagroom. En als laatste de geraspte chocolade. Voilà, het ziet er heel lekker uit. Daar gaan ze zeker van smullen. Panna cotta met mandarijntjes, opgeklopte slagroom en chocolade. Ziet het er lekker uit? Ja. Wie wilt er proeven? Ja. Alsjeblieft. Smakelijk.